jou. Ga je tong uitsteken naar mama. Normaal gesproken zit Sjoel natuurlijk altijd naast mij. Maar misschien zoals jullie hebben gezien op Instagram is Sjoel momenteel bevallen van de kleine jongen. Vandaar dat ik blauw aan heb. Wij gaan dus helemaal in thema het ziekenhuis verlaten. Jullie weten dat Mike altijd een bril draagt. Dus zien jullie die kleine al zo naar buiten gaan. Ook in deze vlog heeft Sjoel voor jullie haar lip tutorial opgenomen. Kijk. En wij overlijnen onze lippen dan ook altijd. En hier is de fotomodel voor vandaag. Ja, zeg. Oh, mooi, de foto. Een beeldige baby. Nou, hallo iedereen. Het is eventjes anders. Normaal gesproken zit Sjoel natuurlijk altijd naast mij. Maar misschien zoals jullie hebben gezien op Instagram is Sjoel momenteel bevallen van de kleine jongen. Vandaar dat ik blauw aan heb. Het is eventjes niet anders. Zij voelt het natuurlijk nog helemaal niet oké om met mij deze vlog op te nemen. Ze is nog helemaal in haar blauwe wolk met Mike en de kleine. Dus vandaar dat ik nu eventjes in mijn eentje doe voor jullie de dagboekzetting. Zodat wel deze vlog, wat we de afgelopen 2 weken hebben gefilmd, wel online kan staan. Dus ik hoop dat jullie er begrip voor hebben dat ik dan nog in mijn eentje ben. Wat jullie allemaal gaan zien is dat Sjoel nog haar babykamer laat zien aan jullie. De voorbereiding. Sjoel de laatste keer met haar babybelly. En Livia is alweer 3 maandjes oud. En wij doen een fotoshoot. We krijgen ook heel veel de vragen over hoe wij onze lippen doen en de make-up. Dus Sjoel heeft het voor jullie ook gefilmd. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf deze vlog bekijken. En jullie raden het al. Over 2 weken wat voor vlog daar het over gaat. Het gaat namelijk over onze kleine jongen. Ik heb heel veel vragen op Reiners voorbij zien komen. Hoe het allemaal is gegaan. Maar dat laat ik aan jullie over. Natuurlijk aangezien het haar bevalling is geweest. Dus die gaat het volgende keer met jullie allemaal bespreken over de kleine jongen. En hoe ze aan de naam is gekomen. Hoe de bevalling is gegaan. Hoezo het opeens zo snel is gegaan. En verdere vragen. Dus dan weten jullie dat. En kus van ons ook namens Sjoel. Zo, ik heb net de dagboekzetting bij Sjoel opgenomen. Die weekvlog staat inmiddels al live. Ik heb net lekker voor mijn liefste en mij van de kaashoek heerlijke broodjes gehaald. Als jullie de kaashoek nog niet kennen, dan mis je wat in leven. Het is echt de heerlijkste broodjeszaak ever in Zandvoort. Dus als ik de dagboekzetting op ga nemen met Sjoel en ik heb nog niet gegeten, ga ik zeker even langs de kaashoek. Dus ik heb nu voor Jaime en ik eten gehaald bij de kaashoek. Ik ga nu weer terug naar Livia en Jaimpje. En dan ga ik hierna naar Romein Daan gezellig bij hun wat eten. Ik had net echt de beeldige Marie Ruffeltop aan bij Livia. Misschien kaart huilen. Wil je geen Reiners aan? Dat kan niet hoor. Nee. Dus ik ga nu lekker een pyjamaatje aan doen bij haar. Het is echt 1 troep in mijn lade. Dus ik moet het echt gaan organiseren. Ik heb hier het pyjamaatje. Gaan we lekker slapen. En dit is toch echt het leukste ever. Die voetjes. Oh, zo schattig die voetjes. Zeg maar tot morgen. Tot morgen. Zo, hallo. Ik heb net Livia opgehaald bij mijn schoonmama. Ik was naar kantoor. En hoe was jouw dag, Livia? Was jij dus goed? Ik heb een spinje gemaakt met haar naam erop. Hoe leuk. En wij zijn lekker aan het wachten. Loesje komt vandaag langs. Even Livia bezoeken. Ik heb nu de nieuwste hoodie aan van de Reiners collectie. Ze heeft een beeldig pakje bij de Zara. Ik ben weer losgegaan. Want ik heb weer leuke dingetjes bij de Zara gekocht. En ze heeft nu opeens ook door dat dit een camera is. Kijk nou, ze blijft kijken. Wij kunnen niet wachten op ons klein jongetje van Sjoeltje. Nog 2 weken en dan hebben we ons kleine jongetje ook. En dan nog Romee. En dan ben ik pas gerust dat alles goed is gegaan. Dat we allemaal onze kindjes hebben. Superleuk, ik kan echt niet wachten. En wij gaan lekker zoete aardappelschotel maken. Jaime dan, die is aan het hakken. En jullie denken, wat is dat voor lelijk blauw ding boven je box? Livia vond dus die andere echt niet interessant genoeg. En ze vindt die kleurtjes echt geweldig. En heeft dus muziek van Mozart en Bach. En ze blijft er maar uren naar kijken als het kan. Dus vandaar dat dit blauwe lelijke ding boven de box staat. Hè? Alles voor jou, hè? Malu. En wij zijn zo gelukkig. Zie je die haartjes? Daar heb ik een gelletje in gedaan tot daar. En wordt al heel groot, hè? Met alweer bijna 3 maanden. Hoe leuk vindt ze dit? Hi. Oh. Hi. Ja, bij jou drinken. Oh. Ga je tong uitsteken naar mama? Oh ja, ga je tong uitsteken naar mama? Blah. 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 Oei. Blah. Weer wat nieuws, hè? Je tong uitsteken. Blah. Blah. Ja. Hey Frank. Zo grappig als ik naar bed ga naar bed. Jullie ligt er namelijk al. Ik heb net gedoucht. En gaan nu lekker slapen. Ik leg altijd een trappetje alvast klaar voor de hondjes. En die ligt er al in. Sherry, ga je slapen? Frank, ga je ook mee? We gaan heen. We gaan heen.
In deze weekvlog zien jullie vooral heel veel Livia. Ze is alweer bijna 3 maandjes. En ze heeft iets nieuws ontdekt, dat is haar tongetje. En dat is echt heel erg grappig. Ja, ik film nu tegenwoordig alles van Livia. Als ze wat maar al iets nieuws doet, dan vinden wij het al helemaal bijzonder. Het is echt heel gek dat je die kleine dingetjes echt helemaal gaat waarderen. Ze krijgt echt een eigen persoonlijkheidje. En ze is echt wel mega groot vergeleken de baby van Julie. Dan zie je eigenlijk dat ze echt helemaal geen baby meer is, maar echt gewoon echt al een grote bolly. Dus nee, het gaat echt ontzettend goed. Ze slaapt eigenlijk nog steeds de nachten door. Daar hebben we heel veel mazzel mee. Ze drinkt goed en is een hele tevreden lieve baby. Dus wij kunnen eigenlijk niet wachten op ons volgende baby als die ook zo makkelijk wordt. Ook in deze vlog heeft Jules voor jullie haar lip tutorial opgenomen. We kregen heel veel de vraag naar hoe wij onze lippen doen en met welke producten. Het is echt een dagelijkse vraag. Dus wij vonden het leuk voor jullie om dit eventjes mee te nemen. De producten die we gebruiken zijn van MAC en Jules heeft het voor jullie uitgelegd. Ook gaat Jules de nieuwste producten weer gebruiken van Glay & Glow tegen alle zwangerschapshormonen. Het is toch een iets lastigere huid en je merkt gewoon dat je huid iets meer verandert nadat je zwanger bent geweest en in de zwangerschap. Dus ook laat zij de producten van Glay & Glow zien. Jullie hebben natuurlijk dit product vaker bij ons in de vlogs voorbij zien komen. En we sporten eigenlijk dit al sinds het begin. En wij zijn echt dol op de producten. Anders zouden we hier ook nooit achter staan om het te gebruiken en aan jullie te laten zien. Dus dit laat Jules ook aan jullie zien dat ze Glay & Glow producten gebruikt. En dit is eigenlijk haar dagelijke routine geweest tijdens de zwangerschap. Dat ze iets meer de huid heeft verzorgd. Want Jules heeft eigenlijk nooit haar make-up afgehaald. Echt ervoor ook niet. Maar nu merkt ze toch dat er iets verandering in kwam. Dus ze is nu wel beter op de huid gaan letten. Dus dat is wel grappig. Good morning girls. Ik ben vandaag thuis, omdat ik van mij niet meer zo naar kantoor mag. Wij hebben een hele drukke periode op kantoor nu. Maar ze zegt, als je pijn aan je rug voelt of niet lekker, moet je thuis blijven. Want anders heb je te veel gedaan. En dat heb ik vandaag. Dus ik ben vandaag een dagje thuis. Dus ik dacht, ik ga voor jullie opnemen. Onze favoriete lipcombo is heel veel onder de vlog, onder onze vorige vlog gevraagd. Ik heb wat irritatie op mijn huid, zoals je ziet. Ik doe mijn nagels lakken op. Dus ik ga even wat Glay & Glow producten weer gebruiken. Dat doe ik 1 keer in de 3 weken. En helemaal nu met quarantaine. En nu ik zwanger ben, verzorg ik mezelf iets beter. Zodat ik straks met de zwangerschap bevalling helemaal er goed uitzien. Dus ja, ik ben thuis. Ik ga vandaag de babytas inpakken. Want ik ben nu 38 weken en 2 dagen als jullie deze vlog kijken. Dan ga ik daarna even de babykamer laten zien. De babyspulletjes, favoriete pakjes. En ik draag vandaag, even staan, de Reinders Body. In maat S. Dus hij wordt nu wel iets te klein. Niet qua rek hoor. Maar meer qua lengte. Omdat er natuurlijk nog een buik in zit. Met een Reiners broek. En eigenlijk is dit mijn favoriete outfit momenteel. Omdat er zoveel stretch in zit en het zit comfy. En die bodies die zijn bijna in de winkels. En mijn pak die komt volgende week in de winkels. Die ik aan heb. Die toon op toon pakken. De collectie gaat ook super snel online. En ook in de winkels en ook bij de andere online webshops. Dus heel erg bedankt daarvoor. Voor al jullie support. We doen ons uiterste best om natuurlijk zoveel mogelijk voorraad te hebben. Maar nu met corona is het natuurlijk allemaal wat safer ingekocht. Ook door ons. Dus is er wat sneller de voorraden op. Sommige meisjes baalden hiervan. Maar eigenlijk zijn wij hier natuurlijk wel heel blij mee dat onze collectie zo snel is uitverkocht. Goed teken. Dus ik ga nu mijn Glay & Glow masker gebruiken. Op de plekjes die ik net liet zien hier. En dan droogt het uit. En dan laat ik jullie straks het eindresultaat zien. Ik word nu ook wat dikker bij mijn armen. Merk ik. De laatste loodjes. Maar Mike en ik kunnen niet meer wachten om onze kleine jongen te zien. Oké, zo ziet mijn gezicht er nu uit. En ik heb wat vlekjes, zoals ik net al zei. Heb ik een heerlijk kwastje. En daar doe ik dan het masker op. Lastig om het zo via de camera te zien. Je smeert het gewoon lekker op je huid. Ik vind het zo lekker dat het zo cool is. Heerlijk. En zeker nu ik van Marie rust moet nemen, is het wel heerlijk een rustmomentje. En omdat je toch thuis zit, heb je nu ook de tijd om dit lekker goed bij te houden. Kijk. En je hoeft natuurlijk niet je hele gezicht in te smeren. Ik had het ook alleen op die plekjes kunnen doen. Dat doe ik af en toe in de tussentijd wel als ik puifjes heb. Alleen ik heb nu voor het laatst echt 2 tot 3 weken geleden het hele masker. Dus dat doe ik dan altijd weer eventjes zo. Nou, zo snel kan je dus op hebben. Voor de mensen die zeggen, ik heb geen tijd, geen geduld. Het is super leuke roze, zoals jullie kunnen zien. En ik heb er even iets dunner laagje op gesmeerd. Dat het goed in mijn huid kan trekken. En dan ga ik nu even een broodje voor mezelf maken. En dan dat soort dingetjes. En dan ga ik het zo afhalen. En dan gebruik ik de moisturizer altijd als mijn dagcreme voor make-up. En dan ga ik jullie eventjes in stapjes laten zien hoe ik mijn make-up doe. De meeste vragen waren naar de lippen. Dus ik zal wel even zelf mijn basis doen. En dan de lippen voor jullie mee filmen. Maar zo ziet het masker er dan nu uit. En straks laat ik zien als de masker af is hoe mijn huid eruit ziet.
Oké, zoals jullie zien is de masker bijna helemaal opgedroogd. Dit, als hij wit uitlaat, betekent dat het droog is. Het zijn nog een beetje natte stukjes. En dan haal je het eraf met een lauw warm met de handschoen van Clean Glow. Dus ik ga het er nu voor jullie afhalen en laat het hierna meteen het eindresultaat zien. Ik heb even het masker van mijn gezicht afgehaald. Zoals jullie zien zijn de puistjes nu minder rood en uitgedroogd. En ik ga me nu lekker make-uppen. En dit is nu de before. En hierna zal ik even de after laten zien. En ik wacht dan even met mijn lipcombinatie. Omdat er zoveel vragen over waren, dat ga ik dit voor jullie filmen. Dus... I'll be right back. Oké, zoals jullie zien ben ik gemake-upt. En ik vind altijd je make-up nog niet af als je nog je lip hebt gedaan. Ik heb nu niks op mijn lippen, behalve een beetje foundation. Ik begin dan altijd even met de Prep & Prime van MAC. Die smeer ik op mijn hele lip. Zorg ervoor dat je lipstift beter blijft zitten. Ik keer nog eentje uit mijn hand altijd. Dan krijg ik zo'n witte waas. Heel scherp. Zo, dan... Het is een beetje oncharmant gefilmd zo, maar goed, prima. Gebruiken we altijd het lippenstiftpencil van MAC in de kleur Spice. En wij overlijnen onze lippen dan ook altijd. Marie en ik houden echt van zo'n puntje. Hebben onze eigen lippen dit ook wel, maar... In de hoekjes doe ik altijd wat meer. En je volgt eigenlijk gewoon je eigen liplijn. En hier trek ik er dan iets hoger. En hier ook. En wat ik zeg, voor meer diepte doe ik hier iets donkerder altijd. Nou, dan is dit het zonder... Enige producten erbij. Dan gebruiken wij de MAC Lady Be Good lipstift. Mat is die. En die gebruiken we dan enkel echt voor het midden. Dit is dan eigenlijk het resultaat. Hoe wij altijd onze lippen doen. En maar, dan zijn we niet klaar. Af en toe vinden we het dan ook heel mooi om de Lust lippenkloss, ook van MAC, Lust, eroverheen te doen. Zodat het echt helemaal zo'n glowy, overdreven grote lippen krijgt. Zo, ik zal het nog even van dichtbij filmen. Dus ik gebruik eigenlijk 4 producten. Ik gebruik de primer, de potlood, de lippenstift en de gloss. En allebei, allemaal bij MAC verkrijgbaar. En dit is dan even mijn lookje. Even de hoodie erbij eigenlijk. Dit wat comfortabel. Jezus. Ik kom dus ook niet uit mijn woorden door zwangerschap. En dan ga ik nu voor jullie de tas filmen. Ik ga de box filmen. En zoals jullie ziet heb ik al een hele kinderstoel. Dus alle dingetjes wat we tot nu toe binnen hebben gekregen ga ik eventjes voor jullie filmen. En jullie duim meenemen. Okéetje. We hadden heel veel vragen naar de babykamer, maar die is eigenlijk niet zo heel denderend. Maar ik laat jullie wel een stukje zien. Het is nog helemaal niet af. Ik had deze beer van mijn ouders gekregen. En zussen, deze had Mike gekocht. Omdat onze Gender Galaxy thema was en ik vond dit pak een beetje op mijn pak lijken. Heb die van Floris Felix gekocht. Dit is mijn oude knuffeltje. Die wil ik meenemen naar het ziekenhuis. Of als het zijn knuffeltje wordt. Nou, ik heb hier alle lades helemaal ingedeeld samen met mama. Even kijken, hydrofiele doeken. Hier word ik het gelukkigste van. Luiers. En wat wij dus echt, ik heb het dus ingepakt in de tas die ik mee naar het ziekenhuis. Een gelletje voor zijn haar. Dus we hebben alle Zwitsel of Nenuco. Dat vind ik zelf echt heerlijk. Dit is een van de leukste dingen die we voor die kleine hebben. Mike's mama gemaakt. Dit is een heel schattig badjasje. Van zijn design, van de sjaal was het eerst. Hoe schattig. Met het Louis Vuitton printje, maar dan met Mike's design. Ook helemaal een eigen kleding. Voor gemaakt, want het is Mike altijd heel fan van. Maar dit zijn dus een van de dingen die wij echt heel leuk vinden voor die kleine, dat ik wilde laten zien. Oké, deze stoel is dus echt het einde. Oh, hoor je die stinky? Ze aan het gillen. Die heb ik van bij Black Luxury besteld. Het is van Teddy. En die is echt geweldig. Oké, dan ga ik nu de kast laten zien. Even kijken. Ik heb hier al zijn kleertjes van 1 tot 3 maanden en zijn jasjes gehangen. Oh, die is gevallen. Ja, we hebben zoveel. Van pakjes, van Burberry, van wolkjes. Heel veel knitwear, daar hou ik echt van. Ja, wat ik dan echt heel schattig vind, zijn al die tracksuitjes. Bij Co.Chanel heb ik die dan gekocht. Maar waar ik dus ook helemaal weg van kan zijn, is gewoon dit. Het is gewoon een blauwe vestje met gebreid truitje. En dan heb ik hier, kijk, oh, die schoentjes.
Die gebreide schoentjes. Dat is ook enig. En voor de rest, ja, ik heb zoveel voor die kleine. Maar zo is dit dus een beetje ingedeeld. En onze luiertas staat ook klaar. Die ga ik eventjes voor jullie uitpakken en laten zien wat ik er allemaal in heb zitten. Die is van Burberry en ook deze heb ik bij Coco Chanel gekocht. Oké, wij gaan dus helemaal in thema het ziekenhuis verlaten. Met thema bedoel ik dus helemaal hetzelfde gekleed. En ik ga het eventjes voor jullie uitpakken. Hoe wij dat dan voor ons zien. Wat die kleine aan gaat krijgen. Even kijken. Nou, dan ga ik even filmen voor jullie. Het is dus te schattig. Maar we hebben een teddyjasje. Dan hebben wij een Burberry pakje. Ook van Coco Chanel. En dan heb ik kleine witte sokjes. Met deze sneakertjes. En dan dit. Als mutsje. Past dan weer bij de luiertas. Heb ik nog een dekentje meegenomen. En dit bedoelde ik net voor zijn haartjes. Zwitsergel. Ook al heeft hij geen haartjes. Vind ik superleuk. Zwart spintje. Oh, is nog van mijn make-up. Sorry, die vlek. En dit is het allerleukste. Heb ik ook van Mike's nicht gekregen. Jullie weten dat Mike altijd een bril draagt. Dus zien jullie die kleine al zo naar buiten gaan. Oh, en dit heb ik dus precies hetzelfde voor ons gekocht. Of geprobeerd. En dat ga ik nu aan jullie laten zien. We hebben dus alle drie dezelfde schoenen aan. Bij Sneaker Legends komen die vandaan. Ik heb voor ons alle drie een teddyjas. Die van ons is wel iets meer een blouse vorm, maar dat meer een puffer. Maar goed. Drie witte mutsjes. En dan ga ik nu de rest uitpakken. Maar ik heb zelfs voor Stinky een jasje. Want mama komt ons ophalen uit het ziekenhuis. Dus die past er dan ook bij. Oké, zo klopt de outfit dus helemaal. We hebben de Burberry luiertas. Heeft Mike een blouse aan met een broek en de schoenen. Ik heb een blouse aan met een broek en schoenen. De kleine heeft een uit één stukje Burberry pakje aan met schoentjes. Allemaal hetzelfde mutsje. Mike heeft altijd al een bril op, dus ik heb voor mezelf ook een bril erbij gelegd. Zo, nu is helemaal af. Dat we alle drie hetzelfde zijn. En zelfs met Stinky. Dus ja, het is heel overdreven misschien. En mensen zullen dan tegen me zeggen, nou, je zal hier vast niet na alles is gebeurd over nadenken. Maar het geeft mij heel veel rust, omdat ik het gewoon super leuk vind om hierop te focussen als die kleiner is. En alles is goed gegaan. En te gewoon uit het ziekenhuis gaan, alle drie hetzelfde gekleed. Dat we meteen een goede eerste foto kunnen maken als herinnering. En ik ben gek van Burberry, want we hadden eerst die andere pakjes gemaakt. Helemaal gedyed en gepersonaliseerd. Maar toen dacht ik, nee, ik ben echt een Burberry freak. Ik word ook een Burbaby. Noem hem steeds. Niet omdat het per se een merk is, maar ik heb het al sinds kleins af aan dat ik er gewoon helemaal fan van ben. Dat weet ook iedereen om mij heen. Dus ja, nu gaan we allemaal in Burberry voor onze Burbaby. Dus echt super leuk. En dan hebben we in de wagen ook een Burberry zak waar de baby in kan liggen. Maar die gaan nog niet mee naar het ziekenhuis. Want we hebben die maxicoosje al. En voor de rest hebben we eigenlijk, ja, alle babyspullen wel binnen. Wij hebben deze stoel ook van de Nuna Leaf stoel heet die. Voor die kleine. Die gebruikt Marini ook al. Dus die hebben we binnen. We hebben een hele mooie box. In het babyblauw met een Doka Dot. De Deluxe. Daar slaapt de baby in. Die gebruikt maar die ook heel veel. Dus daar zijn we super blij mee. En we kunnen niet wachten tot die kleine baby er is. Ja, dit waren natuurlijk ook allemaal vragen voor Sjoel. Aangezien je haar heel veel ziet natuurlijk in de vlog met haar zwangere buik. Hoe haar zwangerschap is geweest en hoe zwaar de laatste loodjes waren. Ik weet van Sjoel dat ze het echt pittig vond. Ze is ook de laatste week thuis gebleven. En in die week is ze precies bevallen, net zoals ik. Dus in deze dagboekzetting zullen we niet zoveel vragen voor jullie beantwoorden. En dit maken we volgende week helemaal goed. Ook krijgen wij ontzettend veel leuke reacties van de nieuwste collectie. Echt super bedankt voor al jullie support. Laat even weten hieronder welke kleur nou jouw favoriet is en welk item. Misschien dat we wel weer een leuke winactie samen kunnen bedenken. We hebben ontzettend veel support. Ik heb het nu ook weer aan. Het vliegt de winkels uit en ook online. Wij doen echt ons best om zoveel mogelijk content voor jullie te maken. En hopelijk vinden jullie dit leuk. Oké, we hebben vandaag een shoot met Taron, Livianik en Jaime. Jaime is nog lekker aan het douchen. En hier is de fotomodel voor vandaag. Ik heb helemaal de haartjes in Zwitsergel gedaan. Kijk nou. Ben je er klaar voor? Voor mooie foto's te maken samen met drietjes. Dit is echt typisch mamlife. Dat je nog geen top aan doet. Want ik moet waarschijnlijk over een half uur voeden. En moet ik weer alles uittrekken. Dus vandaar dat ik alleen even mijn voedingstop aan heb. Maar ik heb wel de reinigingsbroek aan. In het crème. Superleuk. En Taron, het is de bedoeling dat we op ons bed gewoon close-upjes maken van Livia. Gewoon in een eentje. En dan met z'n drietjes eventjes op bed. Ik vond het eerst cliché, maar ik heb heel veel spijt dat ik eigenlijk niet die newborn suit heb gedaan. Aangezien ze zoveel veranderd is al sinds ze geboren is. Dus ik vond het nog wel leuk om, ze is nu bijna 3 maanden, hoorde praten. Om dit samen met z'n drietjes te hebben. Het is ook wat ik altijd wel heel dierbaar. Ook die films die ik heb voor mijn zwangerschap en mijn foto. Het is zo leuk om naar terug te kijken. Hallo. En ze is niet opeens aan het babbelen. Hallo. Het is jouw leukste ding ever, hè? Oh, je vindt het zo leuk. Ja. Is dat zo schattig, dit? Ja.
Is dat zo? Dus Livia heeft crème aan. Ik heb crème aan. Jij heeft crème aan. En gewoon even lekker een hoodie. Gewoon niet al te gesteld. Maar wel alles toon op toon. Hè? Je kent mij en Shield. En de Dreiners willen we ook alles toon op toon dragen. Dus het speentje heb ik ook al een toon op toon. Voor als ze moet huilen. Worden hele leuke foto's. Ik ga jullie meenemen vandaag. Met Livia de fotoshoot. Ja. We gaan samen op de foto. Wij gaan shooten met Livia. Kijk, gelijk schreeuwen. Oh. Oh. Ja, zeg. Oh, beeldige baby. Ja. Die beetjes alleen maar trappen. Jee. Zo leuk. Jee. Zullen nieuwe foto's maken al heel erg leuk, hè? Nou, Chris heeft steeds meer op mij of Jaime te lijken. Zal ik anders even laten zien? Of ze meer op mij of op Jaime lijken. Nou, ik denk dat het voor 90% Jaime's genen zijn en 10% mij. Nou, Livia, laat maar aan de kijkers over. Lijk je op papa of lijk je op mama? Dus het gaat echt heel goed. Ze lijkt voornamelijk echt op Jaime. Qua karakter, je kunt natuurlijk nog niet echt heel goed zien op wie ze gaat lijken. Maar ze heeft wel echt onze genen dat we lekker lang in bed kunnen blijven liggen. En echte huismeisjes vinden het heerlijk om bij ons te liggen in bed. Zoals nu. Het is nu 12 uur. We zijn pas echt een uurtje uit bed. Ik moet haar echt dan wakker maken om haar echt uit bed te halen. Dan gaan we lekker douchen, haar aankleden. En wij hebben het eigenlijk heel erg relaxed gehad met de baby. Ja, oh. Hopen jullie deze vlog leuk vonden. De volgende week vlog zal echt in teken zijn van Shoulder Baby en van Mike. Dus blijf kijken en abonneren. En tot over 2 weekjes.